zijn hier op een pootaardappelveld in de omgeving van Netterden, in de Achterhoek. En we zijn hier bezig om zieke planten, vermenging en bacterieplanten uit het veld te halen, zodat ze geen besmetting meer kunnen vormen voor gezonde aardappelen. Kijk, wat we zojuist zagen is een vermenging, zoals we dat noemen. Dus dat er een ander ras bij het goede ras in. Ze zijn vaak aan het blad te herkennen. Ander blad, andere grootte, andere kleur. En ook aan de knollen ondergronds. Dit is van het goede ras en deze zijn van het ras wat er niet in hoort. Duidelijk een wat rechthoekige vorm en een wat rondere vorm. Hier hebben we een plant met een virusbesmetting. De moederknol heeft een virus, waardoor de plant er anders uitziet. Wat lichter van kleur en wat vlekkeriger. Dus wat we doen is het voorkomen van besmetting naar andere planten. Bladluizen kunnen hier het sap uitzuigen en naar een gezonde plant vliegen. En daar komt het sap dan ook weer in terecht, dus die plant is dan ook besmet. Dus wat we eigenlijk doen is deze plant eruit halen, waardoor de plant eigenlijk verwijderd is uit het veld, waardoor die geen besmetting meer kan opleveren voor gezonde planten.